Ik kom binnen de TU in 2005. Hebben ze mij een hoogleraarschap aangeboden. Het was een overeenstemming met de Europese Ruimtevaartorganisatie die mij dan als het ware uitleende. En toen kwam ik met een pakket dingen die ik kon bieden. Ik was al sinds jaar 2000 bezig met de NUNA. Ik ben vanaf het begin van het eerste team erbij betrokken als een soort adviseur, een soort coach. En ze hebben mij toen gevraagd om te helpen. En ik ben toen degene geweest die samen met hun de eerste 8 winning factors hebben gedefinieerd. En zei, jongens, we moeten al die 8 dingen helemaal goed hebben. En dan gaan we winnen. En daar heb ik me mede met hun heel hard voor ingezet. En dat is dan zo doorgegaan, elk jaar, elke 2 jaar weer. En eigenlijk is het nu wat uitgegroeid totdat ik eigenlijk degene ben die de universiteit vertegenwoordigt naar het team toe. En in het team zelf ben ik degene die probeert de vinger op de zere plekken te leggen. En zei, hey jongens, dit kan echt niet. Of een beetje doordrukken. En verder wat adviezen geven, ook tijdens de race. Een beetje slimmigheid, af en toe een beetje trucendoos openhalen. En ervoor zorgen gewoon om de kans zo groot mogelijk te maken dat ze winnen. Dat is toch echt mijn rol in deze. Ja, eigenlijk alles aan die auto aan de buitenkant straalt aerodynamica uit. Er zit een mooie koepel rond je hoofd. Die ervoor zorgt dat de lucht precies rond je hoofd stroomt. De zonnepaneel ligt in een mooie glooiing over de auto. Ja, het is natuurlijk echt een fantastisch project, het hele NUNA-project. En ik vond het tijd worden voor een uitdaging. En het is een unieke kans om theoretische kennis in de praktijk te brengen. Het sluit eigenlijk 100% aan op wat je leert hier op de TU. Dus het is echt een hele mooie kans om eens een keer echt met handen uit de mouw te steken, echt een project helemaal van A tot Z mee te maken. Het is eigenlijk iets wat mij altijd al heeft geïnteresseerd, omdat het gewoon heel duidelijk laat zien wat je kan met de technologie van nu. Hoe ver je kan komen op zonne-energie. Heel veel mensen vinden het nog een beetje ongeloofwaardig en dergelijke. Het is natuurlijk ook nog niet direct toepasbaar voor dagelijks gebruik wat wij nu doen, maar het laat heel goed zien wat er technisch mogelijk is. De belangrijkste reden vond ik dat je hier alles kunt doen van begin tot eind. Je begint met een wit vel papier eigenlijk en je eindigt met een auto die je kunt testen en racen in Australië. Hier op het beeldscherm zie je eigenlijk het 3D-ontwerp van de auto. Die heb ik dus gemaakt en het is eigenlijk super belangrijk dat het 3D-ontwerp niet alleen maar aerodynamisch super goed is, maar dat ook eigenlijk alle onderdelen heel goed in de auto passen. En door het ontwerp eerst helemaal op een computer in elkaar te zetten, kunnen we eigenlijk, terwijl de auto nog helemaal niet klaar is, al bepalen pasonderdelen erin, waar kan de auto kleiner, hoe zwaar gaat die ongeveer worden en lopen we tegen problemen aan. Ja, gelukkig hadden wij een heel goed team waarmee we heel goed konden samenwerken. We hebben heel veel overleg gepleegd, we zaten elke dag bij elkaar in hetzelfde kantoor. Dus je loopt ook snel bij elkaar langs om te zien wat iemand achter zijn computer aan het doen is of wat iemand hier in de werkplaats aan het doen is. En het is niet alleen een auto bouwen, het is ook een heel avontuur met een nieuwe groep vrienden eigenlijk. Het is gewoon een groot gedeelte, niet alleen maar high-tech, maar ook gewoon een soort van knutselen en maar wat proberen en hopen dat het beter wordt. Dit soort modellen die gooien we in de windtunnel van de TU. En daar testen we op hoge snelheid om te kijken wat zijn de krachten op de auto, waar kan die nog beter. We zien hier nu de onderkant van NUNA staan, we noemen dat het chassis. Hier kun je nog beter zien dat het een driewieler is met 2 voorwielen en 1 achterwiel. De coureur heeft precies genoeg ruimte om lekker te zitten voor een paar uur achter elkaar. De coureur moet vaak wel 3 of 4 uur in één keer doorrijden. Er zit een stuurtje in en alleen een rempedaal. Want de gashendel en de elektrische rem die zitten hier meteen achter het stuurtje. Ja, het rijden in zo'n auto is toch best wel bijzonder. Het eerste keer dat je 100 km per uur rijdt in een auto die je zelf hebt ontworpen en zelf hebt gebouwd, geeft toch best wel een speciaal gevoel. Dat is gewoon een fantastische ervaring. Met de test is dat natuurlijk al zo, maar helemaal tijdens de race in Australië. Als je door dat fantastische landschap rijdt, dan is het alleen maar genieten eigenlijk. Herinner ik me heel duidelijk het filmpje wat gemaakt is voor NUNA 2. En daar is een Australisch meisje die zegt van, when I see all these cars, I really get emotional. En ik geloof dat daar de echte waarde ligt van dit soort ontwikkelingen. Ze gaan zo diep in wat er gewoon technisch mogelijk is, dat ze eigenlijk raken bij de culturele hoop van de waarde van de toekomst. En dat zie je ook. Mensen die zo'n auto zien, die lachen, die worden blij. Je ziet wat mogelijk is, je ziet ook dat jonge mensen dat kunnen maken.
Het is in wezen ook eigenlijk, zo zie ik het zelf, de combinatie tussen de technieken en de wetenschap die is ontwikkeld door de oudere generatie en die wordt toegepast door de jongere generatie om hun toekomst hoop te geven. Als je het zo ziet, is het een fantastisch mooi gegeven. En dat zie je overal. De Nuna 2 die heeft een tour gemaakt, Adiante hebben die toen genoemd, in 2004 van Athene door 14 landen naar Portugal. En 7000 kilometer in 14 dagen met zonne-energie. Overal waar die auto kwam, ook in de meest kleine plaatsjes in Griekenland bijvoorbeeld, waar mensen nog nooit zoiets gezien hadden, renden ze uit de kroegen, uit de cafés, uit de winkels, om dit wonder te zien. En het eerste wat gebeurde is, ze allemaal gingen lachen. Er zit natuurlijk, ik bedoel, cultuur en is veel meer dan, zeg maar, rationele bewustzijn. En in de cultuur gebeuren dingen en zijn er dingen waar en minder waar, zijn er ontwikkelingen. Het feit dat een 8-jarig meisje nu een telefoon pakt of een iPhone pakt en totaal geen instructies nodig heeft en daar gewoon direct mee kan werken, geeft dat al aan. En een van die dingen die wij dus ook hebben is natuurlijk een ergens heel diepe basis onrustig gevoel over de toekomst. En dat heeft iedereen, dat hebben ze ook in Griekenland en dat hebben ze ook hier in Nederland en ook in Australië. En als je dan zo'n auto ziet, dan spreekt dat dus blijkbaar aan op dat gevoel. Want het laat zien dat er gewoon een geweldige, prachtige toekomst is. Een toekomst die, en dat vind ik ook heel belangrijk, die dus gaat betekenen dat het niet minder hoeft, maar dat het anders moet. Heel veel mensen vragen eigenlijk altijd van, nou, als je nou zo'n Nuna ziet, wat betekent dat nou voor de auto van de toekomst, de gewone auto? Nou ja, je kan in wezen toch wel een beetje kijken naar de relatie tussen een Formule 1 auto en een gewone auto. Daar zie je ook dat die relatie is er eigenlijk bijna niet. Tenzij je praat over periodes die best wel lang zijn, over 10 jaar, soms wel langer. Wat je met de Nuna doet, is je legt de benchmark heel hoog. Je legt de lat heel hoog. Je laat eventjes zien, jongens, het is niet bizar dat een auto 100 km per uur gemiddeld kan rijden op zonne-energie. En dan ook nog over zo'n lange afstand en ook nog zo'n korte tijd, 3 dagen. Maar als je kijkt dan naar de gewone auto, dan kan je wel direct al je sommetjes gaan maken. Ik bedoel, ik weet dat de meeste mensen in Nederland versteld staan over het volgende sommetje. Jij neemt de meest brutale elektrische auto die er is, de Tesla. Dat is natuurlijk een zuipauto, want het is een sportauto die in 4 seconden naar 100 rijdt. Die gebruikt 20 kilowattuur per 100 kilometer. Nu kan jij de volgende vraag stellen. Stel voor, ik met die auto ga ik 15.000 kilometer per jaar rijden. Maar ik wil de energie die daarvoor nodig is met zonnepanelen opwekken. En dan stel ik ook nog dat ik niet de zonnepanelen neem van de Nuna, maar dat ik zonnepanelen neem die ik gewoon hier kan kopen, gewoon standaard zonnepanelen. Vraag, hoeveel vierkante meter zonnepanelen heb ik daarvoor nodig? Antwoord, 30. 5 bij 6 meter. Nou, ik kan je wel vertellen dat als ik 200.000 euro over heb voor zo'n moordracewagen als een Tesla, dat het voor mij helemaal niks uitmaakt om nog een paar, weet ik veel, 10.000 euro uit te geven voor 30 vierkante meter zonnecellen. Maar ik heb dan wel met de Nederlandse zon mijn energie voor die auto te pakken. En weet je wat ook zo leuk is? Het is dan goedkoper dan bij de benzinepomp. Zover is het dan. Kijk, als je de vraag stelt van wat is duurzaamheid en wat is daarvoor nodig? Nou, wat is duurzaamheid is heel simpel. Dat is dat je de toekomst minstens net zo goed maakt als nu. Dat is duurzaamheid. En dat geldt voor alles. Dat geldt dus niet alleen voor de techniek, voor de energie. Maar dat geldt ook voor menselijke relaties. Dat geldt voor waardes. Dat geldt voor eigenlijk het hele spectrum. De cultuurwaardes. Want je wil eigenlijk dat de toekomst minstens net zo goed wordt als nu. En dat is je zou bijna kunnen zeggen, dat is een heel fundamentele eis eigenlijk die je ook aan jezelf moet stellen. Voor je kinderen en voor je kleinkinderen, voor het nageslacht. Als je het zo definieert, dan is er wat energie betreft maar één oplossing. En dat is de zon. Want dat is het enige wat er in de toekomst ook is. Al het andere wat we doen, daarmee beschadigen we de toekomst. En bijvoorbeeld kernenergie, een goed voorbeeld. Daarmee ga je dus in de toekomst een vervuiling neerleggen. Over een zeer lange periode, van 200 jaar minimaal tot aan soms 100.000 jaar. Die vervuiling is op menselijke schaal niet beheersbaar. Dus ja, kwets je daarmee de toekomst. Een andere benadering is bijvoorbeeld als je olie neemt, dat is roofbouw. Want ja, je haalt iets weg van de toekomst.
En die dingen zijn niet nodig, fundamenteel niet nodig. En dan is dus de verandering die we nu moeten maken ten aanzien van energie, is dat we dus totaal naar hernieuwbare energie toe gaan. Dat is op zich mogelijk technisch. En de enige manier om dat verder echt te brengen is gewoon fundamenteel te investeren daarin. En gewoon veel geld en veel energie en vooral veel jonge mensen die daarmee werken en erover nadenken. Dus daar is geen andere optie. Ja, als je afvraagt hoe zonne-energie kan groeien, dan eerst zag je vanaf 1996 tot aan 2006 een groei van ongeveer 30% per jaar, heel steady aan. Een prijs die niet echt hard naar beneden gaat, omdat de vraag telkens groter bleef. Maar dat was een getunede groei. Dus een groei die door twee monopolisten eigenlijk in de hand werd gehouden, door het basismateriaal langzaam eigenlijk ter beschikking te stellen. Dat proces was beheerst door patenten. Maar daarnaast zijn natuurlijk allerlei nieuwe ontwikkelingen ontstaan. En die nieuwe ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat vanaf 2007 ineens die groei veel harder liep. 2007 was 60%, 2008 100%. En nou wordt het heel interessant, want nu moet je gaan kijken van is er iets wat deze groei straks gaat beperken? En eigenlijk is het alleen maar zo dat er steeds meer nieuwe methodes komen. Fotosynthetische methodes, dunne filmmethodes. Er komt van alles nu op de markt waarbij je ziet van hey jongens, er is eigenlijk veel meer mogelijk dan we ooit hebben gedacht. En dat zou dus heel best kunnen leiden tot een groei die lijkt op de mobiele telefoon. En dat is gewoon exponentiële groei. En exponentiële groei gaat heel, heel erg hard. Neem een voorbeeld over de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat op dit moment 3/1000ste van de energie door zonne-energie wordt geleverd op deze aarde. Mensen als Exxon zeggen van dat, daar zie je dus aan dat het helemaal niks voorstelt. Shell zegt dat ook. De Nederlandse regering, Maria van der Hoeven, zegt dat ook. Ik bedoel, dat is gewoon de bestaande belang, zeg maar. Maar exponentiële groei, verdubbeling, betekent dat in 2011 het 6 promille is, in 2012 is het 1,2%, in 2013 is het 2,4%, in 2014 is het 4%, zeg maar, in 2015 is het 8%, in 2016 is het 16%, in 2017 is het 32%, in 2018 64%, in 2019 meer energie uit zonne-energie dan alle centrales met elkaar nu. En dat is 9 jaar. Dat is een periode die is zo kort, want we praten wel over het bouwen van een eventuele nieuwe kerncentrale die over 15 jaar klaar is, of een kolencentrale die over 8 jaar klaar is. Dus je ziet ineens dat er eigenlijk een soort pandemonium situatie is, waarbij één groep de bestaande belangen gewoon doorjakkeren gewoon één kant op en eigenlijk steeds meer agressief worden ook. Hun winsten worden ook groter, dat is best wel storend, Shell en dat soort dingen. Terwijl eigenlijk er al een andere onderstroom aan de gang is, die in wezen gewoon de hele zaak te overnemen. De zonnecellen voor dagelijks gebruik zullen niet erg lijken op de zonnecellen die de Nuna heeft gemaakt. Vooral omdat het materiaal duur is. Gallium arsenidecellen zijn dat. Maar het feit dat je triple junctions gebruikt, dat je dus meerdere lagen zonnecellen op elkaar zet, die techniek, dat je zorgt ervoor dat de verschillende onderdelen van het lichtspectrum worden opgevangen. Ja, dat soort dingen zullen heus wel doorzetten. Maar ik verwacht eigenlijk dat in eerste instantie de komende zeg maar 5 tot 10 jaar de meeste zonnecelproducties juist aan de goedkope kant zit en ook vooral niet aan de hoge efficiënt kant. Het is helemaal niet belangrijk om erg efficiënt te zijn. We hebben genoeg oppervlak, het is helemaal geen probleem. Kijk om je heen, als je hier naar buiten kijkt in Delft, het enige wat je ziet is enorme grote daken van grote schuren en weet ik wat dan ook. Nou, leg die eerst maar eens vol. En of dat nou 10% efficiënt is of 12% of 8%, dat is niet zo belangrijk. Dus ik denk dat daar heel veel ontwikkeling is. En verder denk ik ook dat je veel ontwikkeling krijgt in geconcentreerde systemen die niet zo duur zijn, omdat je concentreert. Dus bijvoorbeeld, je hebt weliswaar hele dure cellen, bijvoorbeeld de cellen van de Nuna. Maar dan zet je allemaal spiegels omheen en die concentreren al het licht op die ene cel. En zo heb je dus eigenlijk toch weer heel goedkoop zonnepaneel. En dan kan je ook, omdat het toch met die concentrators werkt, kan je het ook nog mooi mee laten draaien met de zon. En dat is ook ontzettend handig. Dus ik denk dat de twee soorten ontwikkelingen zijn die je krijgt. Is het zo dat de TU ook onderzoek doet naar het soorten zonnecellen en verbeteringen daarin? Er is hier heel veel onderzoek in zonnecellen, energie en vooral in de chemische kant, de nanotechnologie kant. En daar ben ik er zelf niet erg van op de hoogte, maar ik weet wel dat het hier erg sterk gebeurt, ja.
als je praat over de auto van de toekomst, dan is het wel grappig hoe die auto eigenlijk is veranderd. Als je teruggaat naar het verleden toe. Toch als je zeg maar een jaar of 30, 40 geleden had gevraagd wat is de auto van de toekomst, had dus iedereen gezegd van nou ja, dat is de waterstofauto, waterstof-economie. Dat lag ook heel erg voor de hand. Men zag toen waterstof als het ideale middel om energie op te slaan. En daarbij kwam ook dat de oliemaatschappijen eigenlijk al heel bekend zijn met waterstof. De hele wereldproductie waterstof, die helemaal niet gering is, die wordt voor de helft gebruikt voor de bemesting. En de andere helft wordt gebruikt om benzine te maken. En dus, die hele olieindustrie die kent waterstof en die zag eigenlijk waterstof als de opvolger van olie. Mede omdat daarmee ook de benzinepomp garant wordt gesteld door hun. En dat is natuurlijk een waanzinnig inkomensbron om overal die benzinepompen te hebben en daar ook je zeggenschap over te hebben. Wat er gebeurd is met waterstof is eigenlijk iets wat je zou moeten kunnen vergelijken met de fusiereactor. Het is een goed idee. Natuurkundig gezien kan het, scheikundig gezien kan het. En dan ga je het op een gegeven moment de technologie ontwikkelen en dan valt het gewoon tegen. Dan blijkt het gewoon veel lastiger te zijn dan men had gedacht. En daardoor gaat het veel langzamer. En eigenlijk is op het ogenblik de waterstof-economie nauwelijks meer aan de orde, omdat we zeggen, ja jongens, het is te moeilijk. Dat wil niet zeggen dat over 50 jaar dat om kan draaien. Er kunnen altijd weer uitvindingen komen waardoor je zegt van jongens, nee, het gaat wel. Maar op dit moment is waterstof qua opslag niet meer een erg interessant medium. Wat wel interessant zijn de batterijen, want die accu's die gaan wel heel erg hard in hun ontwikkeling. En dat heeft dan weer te maken misschien wel met onder andere de mobiele telefoon, die dus gewoon eist dat je gewoon tientallen miljoenen batterijtjes hebt per jaar, die dus elke keer weer moeten worden verbeterd. En dat betekent dat je daar dus een geweldig snel ontwikkelingsproces ziet. En dat streeft dus eigenlijk de hele waterstof-economie voorbij. Dus nu is de auto voor de toekomst is een auto die voornamelijk op batterijen rijdt. Maar we hebben daar nog het probleem van de lange afstand nog niet opgelost. Dat kan eventueel worden opgelost met bijzondere laadpalen of met bijzondere uitwisselstations. Dat je batterij erin, nieuwe batterij eruit. Of oude batterij eruit, nieuwe batterij erin. Maar er is nogal wat aan het veranderen, ook door die elektrische auto. En de mogelijkheden die elektrische auto biedt, die zijn enorm wat betreft de opslag van energie. En dat is heel erg interessant. Je noemt dat vehicle to grid. Dat betekent dat een auto die eigenlijk bijna altijd stilstaat, zoveel mogelijk aan het net, aan het elektriciteitsnet is gekoppeld. Altijd. En dat je dus alle accu's van de auto's kan gebruiken als buffer voor de variabele energieinput die je sowieso krijgt als je met duurzame energie werkt. En dat betekent dus als er een dikke windvlaag aankomt, dat dan er altijd wel een auto is die dat op een gegeven moment geladen kan worden door die windvlaag. En het omgekeerde ook, als op een gegeven moment ineens ergens wat minder energie komt, zonne-energie binnenkomt, omdat er een grote wolkendek overheen komt wat men niet had verwacht, dat dan ineens die auto's kunnen bijspringen. Of wat ik ook heel leuk vind, het personeel van een ziekenhuis, die komen ook met hun auto's. En er staan er 100 auto's aan het net van het ziekenhuis. En als dus de stroom uitvalt, dan kunnen die auto's gewoon voor de emergency power zorgen. Dus daar zit eigenlijk een potentieel gezien een hele leuke ontwikkeling aan te komen. En die is heel verrassend en die zal ook de elektrische auto heel sterk maken. Je kan eigenlijk voor ieder ding wat om je heen is, of het mobiliteit is, auto's, vliegen, je huis, kan je je afvragen van hoe ziet dat er nou uit over 50 jaar? Er even vanuit gaan dat het allemaal goed gaat, dat we juist naar een mooie duurzame ontwikkeling gaan en dat we niet terecht zijn gekomen in oorlogen en allemaal troepen waar het dan niemand het meer weet. Nou, dan heb je bij een huis eigenlijk nu al de oplossing. En dat zijn eigenlijk koppelingen met het grondwater, vaak ook nog dieper. Warmteopslag, dat je je zomerse warmte de grond in pompt en 's winters pomp je het weer terug. En dat is een bestaande techniek. Je kan je huis wat dat betreft volledig energie-neutraal maken. Voor een hoeveelheid geld die bij wijze van spreken 15 tot hooguit 20% is van de prijs van je huis. Dus dat kan. Dan heb je warm water nodig voor je douche of zo. Nou ja, warmtepaneel op je dak. Dus dat gaat ook en dat is ook helemaal niet zo duur.
Dan heb je je elektriciteit. Ja, dan zit je dus met vooral ook zonne-energie, met je eigen zonne-energie. Je kan panelen opzetten. Het is helemaal niet moeilijk om genoeg panelen op je eigen dak te zetten, dat je alle energie die je nodig hebt over een heel jaar ook opwekt. Het enige daar is dat je dan in de zomer te veel opwekt, in de winter te weinig. En dat betekent dus dat je op een of andere manier gekoppeld moet zijn aan een systeem wat het omgekeerde heeft. Nou, winterenergie is vaak het omgekeerde. In de winter wat meer als in de zomer. En zeker als er weinig zon is en heel veel wind en wolken. Dat combineert met elkaar wel leuk. Maar ik denk dat je wat dat stuk betreft absoluut moet inzetten nog voor snel variërende gascentrales. Dat heb je nodig. Daar zijn hele moderne ontwikkelingen, vooral in Duitsland. En dat zijn centrales die in 10 minuten van 0 tot 100% kunnen draaien. En dat betekent dus dat je prioriteit geeft aan de zonne-energie, aan de windenergie. En dat je die aanvult met gas. En dat betekent dat ieder extra zonlicht of iedere extra windvlaag bespaart rechtstreeks een kilowattuur gas. En dat is eigenlijk de slimme manier om het te doen. Als je dan kijkt naar de mobiliteit, ja, individuele auto's, elektrisch, dat zou al heel mooi zijn. Maar ik denk dat we nog een probleem hebben met duurzaamheid, is dat we niet al die auto's overal kwijt kunnen. En dat we dus ook naar een ander soort openbaar vervoer of een ander soort vervoer moeten, waardoor we minder de auto gebruiken. Nou ja, ik ga met Superbus regelrecht de concurrentie met de auto aan. Ik wil echt dat 30% van de mensen, en misschien nog wel meer, denken van, hey, die service van Superbus, die is veel leuker als je auto. Waarom zou je zelf een auto willen hebben? We hebben ook zelfs gezien met een studie van 200 studenten, vragen het over hoe ziet 2025 eruit, dat hun idee is dat bezit steeds minder belangrijk wordt en dat service steeds belangrijker wordt. Waarom zou je een eigen auto willen hebben als je zelf voor de parkeerplaats moet zorgen, voor het onderhoud moet zorgen, voor de verzekering, voor het schoonhouden? Dat is toch alleen maar last, alleen maar zorg. Terwijl als je gewoon de service kan krijgen, ja, dat is veel mooier. Nou, wij hopen dat we dat met Superbus kunnen doen. Ja, ander soort vervoer is de luchtvaart. Die is lastig. Vooral omdat de luchtvaart technisch zo ontzettend ver is doorontwikkeld. Het is zo prachtig in elkaar allemaal en geoptimaliseerd, dat een verandering wordt heel moeilijk. En het waterstofvliegtuig, dat zie ik in ieder geval voorlopig niet zitten. Het elektrische vliegtuig, dat gaat er aankomen, maar ja, ik denk dat dat heel ver in de toekomst zit. Want daarvoor moeten we gigantische sprongen maken in de batterijtechnologie. En dus voorlopig is de oplossing daar om de kerosine uit een ander materiaal te maken. En dus biologisch te maken. Ik heb een jongen bij mij laten afstuderen, een master gekregen, om te kijken of dat zou kunnen uit zeewier. En dat is heel leuk, want dat kan. En dat is ook nog geen eens zo moeilijk. Het is ook niet zo duur. Het kost maar 4 keer zoveel op den duur als wat nu de vliegtuigen kosten. Nou ja, dat vind ik zelf niet veel. Want als je, noem maar wat, 20, 30 jaar terugkijkt, dan waren de vliegtickets ook allemaal 4 keer zo duur. Nou, dat was ook prima. En de hoeveelheid zeeoppervlak die je nodig hebt voor alle vliegtuigen van de hele wereld is eigenlijk nog redelijk beperkt. Je praat over een oppervlak van pakweg de helft van Turkije. Dus ja, niet zoveel. Dus je kan eigenlijk het hele beeld wel schetsen van hoe een toekomstige wereld eruit ziet. Wat ik een interessante gedachte vind, is dat als je zo'n toekomstige wereld schetst, bijvoorbeeld ik loop over de grachten van Amsterdam en ik vraag me af hoe zien die eruit over 50 jaar, dat ik er dan van uitga dat alles wat oud is, bijvoorbeeld 400 jaar geleden, zoals die huizen in Amsterdam, die zullen niet veranderen. En alles wat jonger is, dat verandert wel. En hoe jonger het is eigenlijk, hoe korter het geleden is geweest dat het is veranderd, hoe groter de kans is dat het in de toekomst verandert. En als je zo'n beeld schetst, dan is het, dat is wel leuk. Want dan hou je namelijk heel veel waardevolle dingen juist over. Die zijn waardevol en daarom zijn ze lang gebleven, zoals al de gevers van de grachtenhuizen in Amsterdam. En heel veel van de dingen die kortstondig zijn, dan zeg je, ja maar god, zo belangrijk is het ook weer niet. Ik bedoel, als die auto's allemaal weg zijn over de grachten, nou ja, oh, misschien eigenlijk wel leuk. Ik bedoel, dus dat is vind ik een mooie manier om naar de toekomst te kijken.
Als je natuurlijk zegt van de wereld die moet duurzaam, het kan niet anders, dan komt er direct een hele brandende vraag van ja, maar hoe doe je dat dan eigenlijk? En wat moet er gebeuren in de maatschappij, in de cultuur, om naar die duurzame ontwikkeling toe te gaan? En niet de andere kant op te gaan die leidt naar een catastrofe. Volgens mij is daar iets voor nodig en dat heet transparantie. Transparantie van de dingen die gebeuren. De echtheid. Vroeger was het zo dat, dat de, zeg maar de universiteiten, en als je nog verder teruggaat natuurlijk in de Griekse tijd, de geleerden, de filosofen, die vertelden aan het volk wat waar was. En dat was ook, de volk had dus ook respect voor die uitspraken. Tegenwoordig is het eigenlijk niet zo, en dat is gekomen denk ik heel sterk door de media. Een medium heeft het fantastisch eigenschap dat als één hoogleraar bijvoorbeeld A zegt, dan zoeken ze net zo lang tot ze een andere hoogleraar zeggen die zegt B, want dat verkoopt. En het volk wordt dus als het ware in verwarring gebracht, maar heeft daar behoefte aan, want daarvoor geven ze geld uit en die kranten die werken zo. Maar wat er wel gebeurt als gevolg daarvan, is dat onder het volk er alleen maar meningen heersen en geen kennis. En dat dus de echtheid van de uitspraken, die zijn niet meer te controleren. Nou, als je praat over duurzame ontwikkeling, de natuur, nature has no mercy. De natuurwetten die storen zich echt niet aan meningen of politiek of religie of links of rechts. Dus als we daar, zolang we daar in de maatschappij en de cultuur mee bezig zijn met juist die kant van de zaak, zullen wij niet naar een duurzame ontwikkeling kunnen komen. We kunnen alleen naar een duurzame ontwikkeling komen als we weer respect krijgen voor kennis, voor onderzoek. En als dus de universiteit weer de rol gaat spelen die ze eigenlijk moeten spelen, namelijk de onafhankelijke kennisbasis van de cultuur van de maatschappij. Alleen dan zie ik het dat het gaat gebeuren. Maar wat dan heel belangrijk is, is die transparantie, waarbij dus iedereen via een medium wat niet op commerciële basis gaat, kan proeven van wat het betekent om die kennis te hebben. We hebben al een leuk voorbeeld, vind ik, een beetje in die richting, dat is Wikipedia. Maar dat is nog maar een klein stapje. We moeten veel en veel verder gaan om ervoor te zorgen dat het individu in de straat gewoon weer, als het ware, ook zelf kennis krijgt, ook zelf beoordeling kan hebben. En als er dan weer een of andere rare uitspraak komt van, of van een of andere advertentie zoals atoomstroom, of van een politicus die iets raars zegt, dan moet die individu in staat zijn om te zeggen, jongens, dit is onzin. Ik weet wel wat goed is. En als we zover komen, dan gaat de hele maatschappij wel richting duurzame ontwikkeling.